Iets bij je. Ja, goed man. Ik krijg echt het gevoel dat ik mijn fiets mishandel als ik dit zie. Wat ga je nou als eerste doen? Verwaarloos. Fietsschoonmaak. Even luisteren. In de positie dat je een compressor hebt thuis, dan kun je hem even schoonblazen of droogblazen. Dat werkt wat makkelijker. Maar ja, kan ook gewoon met een doek natuurlijk. Gewoon even laten staan. En daar even laten staan zou ik niet doen, want dan krijg je aan die watertrekker erop waarvoor je net heel laat poetsen. En het moet toch gewoon wel een beetje droog zijn op de ketting en dat soort dingen, anders dan krijg je daar roestvorming en ja, dat soort dingen die wil je niet. Erik, alles staat erop, hè? Ja. Dit staat er integraal op, want dit kan je... Jan, je had vanaf van Bert Bond er even bij vertellen over die doek. Over die? De doek, de handdoek. Dan vraag je vrouw niet om een handdoek, nee, dan ga je naar de Shell en dan spaar je de punten van de Shell en dan ga je naar de Shell toe en dan pak je een handdoek. Ja, dat kan ook. Dus vraag om een oude handdoek. Want ze worden er niet mooier van. En dan dit nog niet. Jongens, dit is wel een Olympisch kampioen, hè? Die is een. Maar nu kun je hem mooi nakijken. En wat je ook nog kunt doen. Ik was met Jan in Spanje. Ja, dat moet je ook gaan doen. Een weekje in Spanje met een groepje. Dan doen we de bagage dragen achterop Jan, hè? En dan, ik zeg net tegen een kleine groep, tandenborsten en onderbroek mee. Dus 4 kilo bagage aan weerskanten. En dan, ja, ik heb dat ook van die mannen geleerd. Eerste keer. We vlogen naar Madrid en je moet een tasje bij hebben met de kleren erin. Ik zei, nou, wat moet er gaan gebeuren? Oh, ze doken het toilet in, dan kwam er één keer, ze rennen eruit. Dus de kleren in het rugzakje gedouwd. Dus dan komen die fietsen in die grote doos aan. Nou, de doos opengescheurd, fiets in elkaar gezet, helm op, liepen dan met fiets aan de hand door de douane. Die keer zal ik kijken. En toen stonden we daar. Midden in Madrid, dus ja, er is wat taxis, maar ja, er is geen fietspad. Dus we zijn nog een paar keer op een paar muurtjes met die fiets. En die jongens hebben allemaal een Carmen bij en een zoeken. En na een half uur reden we buiten Madrid lekker. We hebben nog 100 kilometer gefietst die dag. Maar wat ik dit jaar had, en dat wou ik even over de banden zeggen. Dat deden we trouwens met vroeger in de wedstrijd al, ook Parijs-Roubaix banden. Maar ook tube, maar ook deze banden, als je die een jaartje weglegt of twee, gewoon een paar keer met fietsen wegleggen, worden ze heel taai van. En ik heb Jan Laden verteld, maar ik durf ze niet voor de tijd te zeggen. Ik had een paar banden liggen, waren wel mooi. Ik had een rode fiets en rode banden. Ik kijk ook een beetje naar het design, hè. Dat is voor de moraal zo. En toen had ik die, ik denk, nou, ik ga ze toch meenemen. Maar die lopen dan hartstikke lekker, die zijn zo taai. Die zijn veel sterker dan een verse band. Oké. Keer in de Tour de France, ik heb 12 keer meegedaan. Nooit een gele trui gehad. En één keer, ja, het is wel vaker dat ik hem zou pakken. Maar één keer ploegentijdrit bij Peugeot. En we hadden Maurice de Meijer, dat was een hele goede ploeg. Die had nieuwe banden besteld. Allemaal van die donjes, van die witte banden. Reden 6 keer plat. Ja. Maar te veel risico's. Maar er waren veel te verse banden. Dus je moet echt, banden moeten oud zijn, een paar jaar wegleggen. Het droogt niet uit? Nee. En aan donker wegleggen is het beste. Maar gaan jullie niet te veel geheimen vertellen? Welk jaar is het beste? Het git van de naald is echt zo. Het lijkt wel rode wijn. Maar ze zijn ook al bezig met banden nu. Er is al heel veel over materialen. Dan ga ik even. Maar er is heel veel over materialen, ook over banden te doen. Ze zijn nu ook bezig om, is me ook wel eens verteld, om er wat in te spuiten daar niet lekker uit. Dat is allemaal leuk en aardig, maar als je de film hebt gezien van de Jong en je knet het echt op zo'n kei, die scheurt dan open, dan heb je hem nog lek. En kun je dan geen band maken die niet lek gaat, ja, die kun je wel maken, maar dan ga je echt die polsen bont en blauw hebben s'avonds. Want in een band zit heel veel vering in. En zelfs wat ik net zei, deze fietsen worden, wat ik vanmorgen zei over Vinicourov en de carbon, die veren niet meer lekker. Dus ik ben. Ze zijn nu bezig met dat hele ontwerp van een fiets die toch beter moet zijn. Er komen veel te veel valpartijen. 8 atmosfeer, 9 atmosfeer in die banden. Carbon, er zit niks in vering meer. Wat ik van die remkabel zei vanmiddag, direct nog. En staal veert toch wel. Dat zou je zeggen, maar niet. En zo'n fiets zit dan, en als het dan allemaal zo stug is, ja,
ja, dan haal je wel, ga je tegen het maximaal zitten. Daarom mag een fiets ook niet minder wegen dan 6,8 kilo in de Tour de France of bij de UCI. En er zijn jongens onder jullie die wel met lichtere fietsen rijden. Maar ja, dan zoek je het gevaar wel op. Maar even over de banden. Hier zit dus gewoon een binnenband in, waar jullie volgens mij allemaal mee rijden. Bij mountainbikes zie je steeds meer dat je dus buitenbanden hebt zonder een binnenband. En dan wordt er inderdaad een vloeibare latex wordt gebruikt om dan de boel af te dichten. En als je dan een klein lek hebt van een doorntje of zoiets dergelijks, dan wordt er die latex ook wel gedicht. Dus kun je in principe niet doorrijden. Maar inderdaad, ja, als je de band echt aan flauw rijdt, dan is het klaar. Maar dat kun je dus wel al doen. Wie gaat er allemaal motorbiken vliegen? Wie motorbiken? Ja. Dus dat kun je dus wel, dat is al wel, dat is nog niet zo lang, hè? Ja, maar het is gewoon in de handel te krijgen. En dat werkt gewoon goed. Je moet met het opleggen van de banden moet je even een handigheid hebben. Die latex. Fijne hem toe, hè? Ja, dan wel maar. En, maar dat werkt gewoon goed. En als jij... Het rijdt wat soepeler, want de band is wat comfortabeler, omdat je zonder die binnenband rijdt. Dat geeft net iets meer werking. En je bent gewoon van het lekrijden af als je het een beetje, als je normaal lek rijdt, zeg maar. Als je een klein steentje in je band hebt, haal je hem dan eruit? Ja. Ja, ik zat wel te kijken, maar er zit niks in, maar dan... Jongens, iemand in vorm rijdt nooit lek, hè? Er zit geen steentjes in. Dus je rijdt lekker. Maar als je het in hebt zitten, inderdaad, dan met een klein schroevendraadje of met iets, dan wip je er voorzichtig uit. Beetje spanning aflaten, gaat handig. Ja. Ja. Nou, ik vind hem heel mooi uitzien. Tevreden? Iemand wat vragen? Volgende fiets. Waar speel je je ketting? Meneer, kun je die van mij? Je ketting is. Je zorgt dat je ketting dus droog hebt na afloop. En dan inderdaad met een... Maar Henny heeft daar Wat het beste is... Ik heb nog een vraag over de tubes. Kan je die ook zeg maar een half jaar wegleggen? Of ja, tuurlijk. Dat je na een jaar dan opnieuw eraf moet halen en lijnen of niet? Dan kan je dat gewoon laten zitten? Op een velg zelf? Nou ja, die band, het wiel met die tube ligt dus een, zeg maar, een half jaar te niksen. En je hebt een half jaar daarvoor gereden ermee, dus in feite heb je een jaar gebruikt. Moet je een nieuwe tube eromheen leggen of zeg je van nou dat kan wel? Nee, maar wat je dan doet, dus ik heb die fiets en ik wil kijken of dan ga je hem wind eraf laten en kijk lucht eraf en kijk of die goed vast zit nog. En als die lijm opgedroogd is, dan kun je hem zo afdrukken. Maar dat verhaal met Parijs-Roubaix, dat ik daar sta te springen. Die band was niet lek, die was ook niet van, en ik stond ook niet met een wiel in de lucht. Maar ik was door een kuil gereden en door de emotie en de adrenaline was er zo ver was die band eraf. Ja, precies. En dan heb ik na de aankomst had ik zo... Hey. Hennie. Klootzak, hè? Wat heb je voor werk geleverd, man? Zo ging het nog. Hennie, doe nog even hoe je langs de weg stond. Ja. Zo met het wiel zo, hè? Maar in elk geval, ik stond niet meer dat wiel. Nee? Maar toen was die band was er voor een stuk af. Dat en dat was gewoon door de adrenaline en de emotie. Was ik mijn 11e Parijs erbij. En ik had hem al eerder kunnen winnen misschien, maar dat was nog gewoon zijn nieuwmoeder, dat ging om. Dus ik lag alleen voorop en dan maak je gewoon een slottigheid stuur van. En toen was die band eraf en die was alleen door de adrenaline en door de emotie van mezelf. Had die dus, ik maak het stuurbord, word ik corrigeren en raak ik net de rand van een keul zo. Dus ik raak zo en ik draai die tube eraf. Van die lijm. En later hebben we met een schroevendraaier eraf moeten steken, zo vast zat hij. Ja. Maar als jij die, en als je hem ook warm hebt staan ergens op een zolder, dan is het wel goed om te controleren dat hij goed vast zit. Heb ik goed verteld? Ja, perfect. Mooi dat je een koffie drinkt. Nee, niet zo goed te voelen. Nee. Dit is wel een beetje slordig wat ik hier heb, hè? Ja. Dat mag wel. Je hebt wel gewonnen eigenlijk. Mag ik even spuiten met dat spel? Is een mooie kraken. Nou, je hebt twee kanten ketting, maar deze binnenkant, Gert-Jan, is het belangrijkste. Ja, absoluut. Okay. Zo is het ook makkelijkste. Gewoon, of je doet met een busje, met een druppeltje. Want dan raak je ook verder niet. Dus dan, want je hebt ook mensen die spuiten het in. En dit is één grote kleverige oliemassa. En ja, je ketting is gesmeerd, maar het is allemaal